Hoi allemaal, het is donderdag en ik begin alvast met de vlog bij de kerstboom. Want die heb ik gisteren met de mannen opgezet. Onder toezicht oog van onze Eden natuurlijk. Dus dit is de tree. Ja, het is donderdag en ik dacht ik begin alvast, want waarom ook niet. Dit weekend heb ik... Wat heb ik eigenlijk? Ik weet eigenlijk niet wat ik heb. Vandaag ga ik even naar de kapper toe. Oh, ik weet wel wat ik heb. Zo, goedemorgen. Vandaag ga ik even naar de kapper toe. En vanavond heb ik spontaan een etentje met de meiden van de zwangerschapsclub. Het is gelukkig op een vrij rustige locatie en met niet de hele groep. Dus ik denk dat ik dat wel trek. Ja, zo niet ga ik weer naar huis. Zo makkelijk is het ook. Het is vlakbij mijn huis, dus dat scheelt. En verder, ja, rustig aan vandaag. Ik ga morgen weer eventjes naar mijn werk. Ik ga langzaam weer beginnen met werken. Dus dat is heel fijn. Dit weekend heb ik feestje van mijn beste vriendje. Hij is getrouwd toen ik hoog zwanger was. Dus ik mocht niet meer vliegen. En dat vond ik natuurlijk super balen. Want ze trouwden in Spanje. Mocht vliegen, hoezo? En het was natuurlijk super jammer, want daar had ik heel graag heen gewild. Het zou eigenlijk in september zijn, maar toen is het vanwege locatie en zo is het verzet naar juni of juli. In ieder geval was ik toen hoog zwanger, dus ik mocht niet meer vliegen. Dus super jammer. En nu vieren ze hun beide verjaardagen. En ik zei tegen Sven, we regelen oppas, want hier wil ik gewoon wel bij zijn. Het thema is après-ski. Nou ben ik gek op themafeesten. Après-ski krijg ik wel licht kort uit, want denk ik, wat moet ik? Toen dacht ik, ze stuurde zo'n beetje inspiratieplaatje. En zag ik een derendel opstaan, dan heb ik een rood kapje pakje. Dus ik denk, dan doe ik dat aan. Maar het is de tuin en het gaat vriezen. Dus toen dacht ik, derendel, dacht ik niet. Dus het wordt denk ik meer een wintersportkleding. Maar om nou echt in mijn skipak te gaan... Vind ik ook weer zo. Dus ik ga zo eens eventjes kijken wat ik kan fabriceren. Want als ik nog iets nodig heb, dan kan ik dat misschien zo even halen als ik toch naar de kapper ga in de stad. Dus dat heb ik dit weekend. En dat betekent, het is een feestje gelukkig overdag. Want s'avonds zou het natuurlijk helemaal niet worden. Dus het is geloof ik tot een uur of 11. Maar dan laten we wel gewoon even lekker de kids bij mijn ouders logeren. Morgen dus eventjes werken en dat is denk ik ook alweer even genoeg voor morgen. Oh, en mijn wenkbrauw laat ik even verven. Ik wil trouwens, ze gaat dat weer, dus microdermabrasie gaan doen. Microblading gaan doen. Heeft iemand de ultieme tip voor waar je dat kan laten doen in Utrecht? Want dat zou natuurlijk het makkelijk zijn, dat het in Utrecht kan. Want ik had even uitgerekend, het is zo'n €300... En dan is het geloof ik iets van €90 of zo om dat elk jaar weer bij te werken. Nou, dan heb ik het wel uit denk ik met verven. Met 2 jaar verven ben ik veel duurder uit, zeg maar. Dus ik dacht, weet je, het scheelt uiteindelijk ook mega veel tijd. Dus wat wil ik gaan doen, dus heb je tips, let me know. Ja, nou laten we maar eens een outfitje gaan passen, toch? Nou, vond ik dus deze fantastische beenwarmers. Nog in de krochten van mijn party outfits van themafeesten. Dus als ik daar dan gewoon boots onder doe. Gewoon zwarte boots. Ik heb nu mijn sportlegging aan. Maar die ga ik uiteraard niet aan. Want dan vries ik kapot. Maar dit. Ik heb nu een kersttrui aan. Dus ik denk als ik dan gewoon een skinny jeans aan doe. Deze gezellige kersttrui. Mijn beste vriendje is namelijk gek op pinguïns. Dus het lijkt me wel leuk. Hij is alleen niet heel warm, dus misschien dat het toch een andere trui wordt. Maar dan deze jas die heel warm oogt, dat het totaal niet is. Maar dan doe ik wel laagjes of zo. Gewoon nog een paar shirts onder of zo. En dan een muts en een skibril. Ik heb nu al hoofdpijn. Dat wij er zetten. Nou, dat kan toch best? Hè? Waarom niet? Nou, volgens mij is dit way relaxer dan een derendel. Oh, ik dacht op die bril. Nou, gelukkig heb ik dus wel wat gear in huis. Ik heb nog wat meer truien. Maar ik vind eigenlijk die kersttrui wel gezellig. Maar goed, ik heb ook nog gewoon wat meer basic truien. Ik ga er even eentje aanproberen voor de vergaan. Dit kan ook. Iets minder gezellig, maar wel een stuk warmer.
En dan gewoon nog een shirt eronder of zo. Nou, zoiets wordt het denk ik maar gewoon. Nou, is toch hartstikke gezellig. Die beenwarmers maak ik natuurlijk af. Nou goed, dan hoef ik niks meer in de stad te hebben. Hooguit een thermo shirt. Oh. Ja, ik ga even wat eten. Ik wil het aanhouden. Ik heb het koud. Ik ga het niet aanhouden. Ik wil trouwens even... Ik heb gisteren een foto gepost van mijn body progress. Dus ik zal hem even met je delen voor het geval je hem niet op Instagram volgt. Even kijken. Super veel leuke reacties op trouwens. Ook vooral van te posten in de stories. Mijn naam is Blonde Beauty Fashion als je me op Instagram zoekt. Kijk, dit is before and after. Hier zit ongeveer 3 maanden zeg maar tussen. Oh. Ik vond het best wel een dingetje om dat online te posten. Maar ik heb natuurlijk een samenwerking met Newborn Fit Mama. Dus daar hoort het natuurlijk een beetje bij. En ja, het is deels Newborn Fit. Het is deels mijn fantastische fysio. En natuurlijk mijn eigen inzet. Maar ik kan niet alles doen van het Newborn Fit programma. Omdat ik het sporten is eigenlijk voor mij lastig. Omdat ik wel echt heel aangepast moet sporten. Dus ik doe dat toch vaak op andere, met andere dingen. En ja, de oefeningen die ik voor de fysio heb. En dan daarnaast gewoon andere, zeg maar meer prenatal workouts. Omdat dat vaak de buikspieren vermijdt. En daar heb ik echt hele specifieke oefeningen voor. Omdat ik het anders erger maak. Maar ik hou bijvoorbeeld wel bij Newborn Fit Mama. In de app hou ik mijn eten bij. Ik moet zeggen dat ik de laatste tijd een beetje laat vieren. Maar ik heb inmiddels wel een beetje een idee van wat ik ongeveer per dag kan eten. En ik had er ook al in het bericht gezet. Het is niet dat ik nou echt 10 kilo ben afgevallen of zo. Helemaal niet. Het is nu 3, 4, dus niet heel veel kilo's. Wel echt een verandering in mijn spier versus mijn vetpercentage. Maar vooral in de omvang. Ik ben ongeveer 10 centimeter in de omvang kwijt. En op andere plekken 10 en dan geloof ik nog 8. En dan op andere plekken is het weer minder hoor. Maar ja, wel echt dat je denkt, oh ja, er zit wel echt gewoon vooruitgang in. En nou ja, vooral je ziet het. Dus wel, wel even motivatie. Want ik wilde eigenlijk, dacht ik vandaag, ik wacht nog even, want ik heb met kerst weer een doelstelling staan. Ik dacht, dan wacht ik even daarop. Maar ik dacht, nee, gewoon nu een foto maken om ook weer als extra boost. Dus, dat. Goed, ik heb honger, ik ga eten. Ik ga nu even een appeltje eten en een bananenbroodje, denk ik. Nou, ik ga naar de kapper. Dit is trouwens before, maar goed. Het gewassen worden, ik heb heel veel droogzoop en zo erin zitten. Verder heb ik een basic trui aan van de Hennes, een grijze broek en mijn Reebok. Dus let's go. Volgens mij is het heel koud. Oh. Goed, ik doe gewoon de sjaal om. Hè? We zijn al heel wat uurtjes verder. Ik ben inmiddels naar de kapper geweest. Nou, de hele knipper was ik niet super enthousiast over. Ik normaal altijd, was bij de graduates. En normaal, ja, normaal ben ik heel enthousiast. Ja, dat is goed, Jochie. Maar dit keer was het minder succes. Ik heb dat eigenlijk zelf nog even gerestyled. Ik hoop dat het goed is. Want ze gebruikt zeg maar een techniek. Ja. Ze gebruikte zeg maar de techniek die ik ken. Alleen dan anders. Dus zeg maar, normaal doen ze dan van die kleine plukjes. Draaien en dan doen ze een schaar zo. Maar zij deden echt hele grote plukken. En dan met een soort botte schaar. Het was vreselijk. Ja, we gaan lekker douchen. Met Elin. Goed, maar in ieder geval de techniek was iets anders dan dat ze normaal doen. En vervolgens had ze het in een soort rooi donderskrul gedaan op een ouderwetse manier. Dus ik heb het even zelf gerestyled. Dus nu ziet het een stuk beter uit. Ik heb ook nieuwe eurobelletjes in en een bijtje. Ik ga nog heel veel snel helpen met de kids in bad doen. En dan moet ik over 20 minuutjes ongeveer de deur uit. Nou, ietsje later. En dan moet ik ook nog even wat anders aantrekken. Ja. Ga jij ook even mee badderen, Elin? Hop. Elin heeft heel snel gegeten vandaag in de afgeleid, dus ik ben benieuwd hoe dat gaat. Ja, dus ik ga snel even de kids helpen en dan lekker eten. Nou, ik ga er vandoor. Ik heb mijn sjaal op, maar ik heb een trui aan van de Cotton Club. En een spijkerbroek, ik denk, van Salvarius. En grote laarsjes van Enfield, denk ik. Dus ik ga er vandoor. Goedemorgen, het is vrijdag
En ik heb gisteravond dus helemaal niet meer bij het eten gefilmd, bedacht ik me. Oh, Niels is boos op me. Maar goed, het is dus vrijdag en ik was dus vergeten bij het eten te filmen. Maar het is heel gezellig. En ik was rond 11 thuis. Dus dat is prima. Nee, kwart over 11. Eén uur was net gevoed. Alleen, we hebben wel een hele onrustige nacht gehad. Sowieso kon ik zelf gewoon niet zo goed slapen. Dus ik ben heel chagrijnig. Echt veel te kort geslapen. Ik kon zeg maar niet goed in slaap komen. Überhaupt. Terwijl ik wel echt heel erg moe was. Ik kon ook bijna niet open houden. Toch kon ik niet slapen. En toen lag ik eigenlijk te slapen. En toen werd hij wakker. En toen kon ik weer niet te slapen komen. Toen werd zij wakker. Ik weer niet te slapen komen. Dus het was een beetje zo'n nacht dat je denkt, why? Nou zijn we nu ook wakker. Dus dat. Ik voel me echt zagrijnig. Maar goed, we gaan het voor vandaag. Hartstikke leuk. Ik ga even naar mijn werk. Ik ga mijn wenkbrauwen laten verven. Mama komt hier, maar die moet ook nog even tussendoor weg. Ik heb een paar wenkbrauwharen die niet willen wat ik... Of een wimperharen die niet willen wat ik wil. Maar goed. Hoop op een betere nacht. Ik weet, ja... Ze hebben allebei gewoon de blaftyfus. En dat maakt gewoon het... Zodra ze gaan liggen is dat gewoon erger. Dus ja... Nou, we zijn al heel wat uren verder. Want mijn lieve moeder zei, ga alsjeblieft even terug je bed in. En dat heb ik gedaan. Het duurde heel lang voordat ik slaap, terwijl ik echt zo moe was. Maar uiteindelijk heel raar geslapen, maar het is wel, ik ben er wel van opgeknapt, dus dat is belangrijk. Maar ik was echt een beetje zo'n super levendige droom. En, nou, het was heel vaag allemaal, maar ik heb uiteindelijk wel even lekker geslapen. Heel fijn. We zijn inmiddels alweer wat verder, maar ik heb best wel in bed gelegen. Maar blijkbaar had ik het nodig. Dus dat is fijn. En nu ben ik even de was een beetje aan het opvouwen. En de prinses die slaapt echt al heel lang. Die had ik blijkbaar ook even nodig. Dus die ligt heerlijk in bed. En als die wakker wordt, heeft ze een berenhonger, denk ik. Oh, je zag een andere. Er kwam even chaos tussendoor van beide kinderen. En Elin zal wel berenhonger hebben, dus ik ga snel een flesje maken. Wat vind je? Trouwens, een fantastische jurkje aan van de Hema. Met eenhoortjes. Zo. Het is ook eentje die in mijn maar ik hoor dat het heel koud was daar. Dus even iets warms aan doen. Niet mooi. Ik ga haar even eten geven. Ik heb Elin even een majootje uitgedaan. Dan kan ze makkelijker zich afzetten en zo. Flamingo. Ja, even lekker aan het spelen hier, gezellig. Gezellig met je mooie voetjes, hè. Ik vind het echt serieus groot dat of je het kan zien zo. Ik zeg dat ze niet echt extreem snel groeien sinds. Maar zomaar sinds de geboorte, maar ze heeft echt grote voeten. Kijk, dit is mijn hand, hè. Ik weet niet. Houd je nou eens stil? Houd je nou eens stil? Nee hoor. Kijk, mijn hand en haar voet. Het is best wel, best wel groot. Best wel grote voetjes. Ben je weer omgedraaid? Ben je weer omgedraaid? Hallo. Hallo.
Oh, dit is haar current hairdo. Hier dus lekker lang en vlassig. En dan hier een lekker koud plekje. En hier een mat. En hier zitten dus ook heel vaak klitten in. Heeft iemand hier ervaring mee? Want ik ga ze er dan uitlopen pulken. Maar ja, ik weet niet. Er zit dan echt zo'n klit in. En dat wordt dan steeds groter. Met pluisjes er doorheen. Dat is natuurlijk dat op de rug ligt. En hier wordt het, zie je, al een stuk lichter dan wat het eerst was. Ja, nou, dit is het. Dit is het lookie. Dit is het lookie waarvoor we gaan. Love it. Love it. Maar dit is het trouwens ook. Heel droog. Maar ja, het lijkt een beetje op een smetplek. Maar ten eerste gaat ze niet heel vaak onder de douche bad. Dat klinkt een beetje lullig, maar als in, net als Niels, gewoon 2 keer in de week. Max 3. En ik smeer het ook in. I don't know. Het ziet er wel een beetje zielig uit. Ze heeft er geen last van overigens. Nee. Mama is onderweg terug. En dan ga ik mij aankleden. Ik heb een dikke trui aan. Want het schijnt heel koud te zijn. Dan ga ik zo nog even broek aan doen. Want in de spijkerbroek hier op de grond lig ik gewoon lekker in mijn joggingbroekje. En dan ga ik even naar mijn werk en daarna de wenkbrauwtjes laten doen. Dus ik ga even met spelen. We zijn er weer een stuk verder. Oh, dat heb ik één woorden. Mijn wenkbrauwen zijn gedaan, zoals je ziet. Ze zijn nu nog vrij donker, maar dat komt helemaal goed. Want anders dan heb ik straks veel te lichte wenkbrauwen. Dus ik ben er heel blij mee. Het was echt een super goede. Mijn eigen was mijn zwangerschapsverlof. Dus dat is altijd maar weer de vraag wie je krijgt. Maar deze was echt top. Oh, ik zie dat ik voor Niels 2 lepels heb meegenomen in plaats van een lepel en vork. We eten Tiroler Gröstl en ik hoor Eden, dus die ga ik uit haar bedje halen. Er wordt af en toe gestoeid door de heren. En we hebben het een tijdje geleden hadden we het erover, want ze zeiden, ja, ik weet het niet of ik dat moet doen, want ja, dan hoor je dat rah, rah, en ja, hij zegt wel van vechtersbaas en wow, weet je wel, ja, wil je dat stimuleren, zeg maar. Maar toen had ik een onderzoek gelezen over dat, of een artikel over een onderzoek, over dat stoeien dus, super goed is voor kids. En er zijn ook regels aan stoeien, dus hij weet niet krabben, niet bijten, niet slaan, niet, nou, een aantal van die dingen. Dus die nemen ze ook altijd door voordat ze gaan stoeien. Maar het is ook heel goed voor vader-son bonding. Ja, dus stoeien. Ja. Lekker maskertje op. Ziet er goed uit, hè? Ik heb hier een ander maskertje dan op de rest van mijn gezicht. En dan hebben we lekker hapjes. Tapenade en olijfjes. Goedenavond, het is alweer heel wat uurtjes laat. Ik ben zo blij met mijn wenkbrauwtjes. Ik zou echt dit voor liggen, dus niet heel sexy. En echt mega blij met mijn wenkbrauwtjes. Ik moet nog even wachten. We hebben er om 10 uur was ineens blijkbaar beren honger. Dus dan moest ze haar eten geven. Dus toen zei ik, ja, dan heb ik niet heel veel zin om 11 uur te doen. Dus ik dacht, dan wacht ik een uurtje. Dus het is nu 11:30. Stay strong. Dan ga ik haar zo meteen om 11:50 voeden. Ja, ik vermoed niet dat ze wil drinken, maar ik ga toch een hele fles maken. Je zal net zien, hè. Je zal net zien dat ik toch ineens wel veel wil eten. Ik weet het niet. Dus ik ga er zo nog voelen, lekker. Het was niet dat ik al nog niet moe genoeg was. Maar dan hebben we bedacht dat Sven Niels gewoon morgenochtend even achter de tv zet. En dat we nog even kunnen slapen. Met een chronisch slaapgebrek. Ik zei tegen Sven, van, ik was dus zo gaar vanmorgen. Dat ik gewoon zijn tandenborstel heb gepakt. En het is zeg maar, mijn is roze en die van hem is blauw. Allebei zijn elektrische. Dat je denkt,
stad dus. Maar Sven was eigenlijk, was gewoon beroerd. Ik was gewoon, dacht gewoon dat ik moest overgeven onderweg op de fiets. Dus ja, het breekt ons een beetje op. Maar ja, het is zo gek, want voorheen hadden ze gewoon eigenlijk typisch gewoon allebei goed. En nu ineens gaan ze lopen rellen. Maar goed, morgen een nachtje, goede nachtrust. Dus daar houden we ze vast. Ik zie jullie morgen. Goedemorgen, het is zaterdag en vannacht was gelukkig een stuk beter nacht, echt in tijden. Ik heb haar nog eten gegeven om 12:30. Is nog redelijk wat gedronken. Ze werd op een gegeven moment wel heel onrustig, maar toen hebben we haar bedje weer aan ons bedje gemaakt en toen ging het goed. Sven is echt enorm. Ja, je mag even je kunnen even. Voor de mensen die dit kennen en die het huis vinden, doe even een duimpje omhoog. Ik kijk geen Pokémon, dus ik heb geen idee. Is Pokémon? Wat is Pokémon? Maar ik heb een roze pyjama aan. Ik weet niet, ik vond mijn Jigglypuff. Ik wist niet eens wat het bestaan van Jigglypuff. Maar goed, anyhow. Dus ze is wel een paar keer een beetje half wakker geweest, maar was eigenlijk heel nieuw. En nieuws volgens mij helemaal niet. Ik lag te slapen en we hadden eigenlijk afgesproken dat ik zou dan de late dienst doen en Sven de vroeg. Maar op een gegeven moment, ik weet eigenlijk niet meer wat ik nou hoorde of wat er dan gebeurde. Maar zeg maar, Niels die komt dan 's ochtends wat, zeg maar, aan mijn bed staan als ik nog niet wakker ben in het weekend. Want door de week is Sven dan al wakker. Ik weet niet meer wat hij dan aan het doen was. Maar op een gegeven moment dacht ik, hè? En ik moest echt van heel ver komen. En ineens zag ik Niels en dacht ik, oh. Dus daar heb ik lekker bij me genomen. En toen zei ik van, je mag even een filmpje gaan kijken, toen we een tijdje hadden geknuffeld. En ik heb voor tv zet, want ik dacht, laat me daar Sven even wakker te maken. Toen dacht ik, kijk eens even op de klok, was al 7:50. Oh my god, zo lekker, zo lekker. Dus, maar dat betekent zo dat ik een beetje moet opschieten nu. Het is nu 7:45, dus ik moet straks al naar de sportschool voor de Zumba. Wat ik eigenlijk altijd doe bij de Zumba, is voor de Zumba was ik wel goed mijn gezicht. Afhankelijk van mijn huid smeer ik gewoon een klein beetje dagcreme op. Ik bedek mijn wallen en doe een klein beetje blush op, gewoon crème blush. Omdat ik vaak nog een bleek ben. Nou heb ik toevallig heb ik een beetje kleur, weet je waarvan. Boeheid. Maar goed, dat doe ik meestal. En dan mijn haar in een staart en mijn sportkleding aan, dan ga ik. Dus dat ga ik nu ook doen. De Meeuwens is er ook bij. En dat ga ik nu eventjes doen. Ze is verkouden. Ze is echt non-stop verkouden. Ik ben weer terug van sporten. En we gaan nu eerst de kids wegbrengen. Ik heb gedoucht en mijn haar en zo wel gewassen. Maar we gaan nu eerst rustig de kids wegbrengen. Want... ja, anders wordt het te laat met... Oh, is hij gevallen? Ja. De poes. De poes was gevallen. Ja. Alsjeblieft. Want Eli moet eten en Niels moet zo lunchen. Dus we gaan daarna deze ontploffing opruimen en zelf lunchen. En dan ga ik gewoon rustig opmaken. Dat soort dingen. Maak het allemaal uit. Ha. Eerst even mijn schoenen aan. De socks heb ik al eerder over verteld, maar die zijn van de Primark en die zijn echt fantastisch. Er zit een zo'n siliconen, dit is zeg maar een siliconen randje. Top is het. Zijn er meer mensen die gewoon nooit hun veters losmaken, gewoon uit luiheid. Goed zo. Ja. Check. De heren zijn alvast spullen naar de auto brengen. En die gaan wij ook, hè? Ja. Nou, we hebben de kids weggebracht en het ging gelukkig allemaal goed. Soms gaat Niels ineens huilen, maar dat was nu gelukkig helemaal niet zo. Hij dacht wel net dat er een feestje was, maar
Ik weet niet waarom. Hij is gek op feestjes, hè? Dat is inmiddels wel duidelijk. We zijn nog even, moesten even wat voor mijn ouders wegbrengen naar de vuilstort. En we zijn aan de Edos geweest. Deo voor Sven, de Nivea Sensitive. Deze klinkt gek. Nou, twee stuks. Ook twee keer sop voor hem, dezelfde lijn. Voor mij twee keer de Nivea gezichts- of oogmake-up remover. En dan heb ik twee van deze weer. De Elvive Total Repair voor mijn haar. En ik heb een paar hapjes voor Elin. Ze heeft tot nu toe wortelpompoen, broccoli en bloemkool en ertjes gehad. En dat allemaal drie keer of meer. En ik heb nog wat groenten staan, maar ik dacht, ik vind het ook wel leuk om nu een beetje fruit te gaan introduceren. En ik ben dus heel... ik had mijn Niels, anders was ik het allemaal heel braaf aan het maken en zo. Maar ja, dat sluit bij een tweede, in ieder geval bij ons, bij een tweede gaat het iets minder... dat moet nog eventjes, daar moeten we nog even een systeem voor maken dat we dat ook weer gaan doen. Want dat vind ik eigenlijk al heel leuk. En nou weet ik dat de potjes tegenwoordig allemaal best wel oké zijn, maar toch... dus ik wil ook wel wat dingetjes zelf gaan maken, maar dat heb ik gewoon nog niet gedaan. Dus ik dacht, ik haal weer wat potjes. Ik heb peer, banaan. Nou, dat kan je natuurlijk echt heel makkelijk zelf doen, maar goed. En appel. En dat vind ik wel, zeg maar, om het echt heel mooi zacht te krijgen, ik had wel een beetje gloedje. Ik zie nog wat rijmijn is. Ik ga hem opladen. Ik ga me straks nog klaarmaken. Zo, dat zal ik allemaal nog wel laten zien. Tenminste, ik weet niet wat ik van laat zien, maar wel een stukje. Maar ik denk niet dat ik jullie meeneem naar het feestje. Want ik ken er net iets te weinig mensen. Dat wordt heel gemakkelijk, denk ik. Nou, dit wordt het lookie. Sensuele fluffy beenwarmers over mijn boots heen. Ik wilde eigenlijk een andere zwart spijkerbroek. Maar ik had geen zin om deze uit te trekken. Een gezellig kersttrui. Een skijas, muts en goggles. En mijn make-up heb ik gewoon, zo laten zien. Mijn make-up heb ik gewoon super simpel gehouden. Want hè, opgeski. Dus, nou ja, het is wel lekker warm. Het wordt echt heel koud. Dus, handschoenen mee. Ga met die banaan. Goedemorgen deze morgen. Sven ligt nog te slapen. Het is 10 uur. Maar ik ga echt kapot van de honger. Dus ik ga lekker een eitje bakken. Ik heb mezelf nog niet echt in de spiegel bekeken. Maar bij deze. Het was heel gezellig gisteren. Het sneeuwde echt gewoon flink toen wij terugkwamen. En wij hadden natuurlijk onze wintersportoutfit aan. Dus we hebben ook echt onze sneeuwbril opgezet. Mensen hadden ons echt aan. Kijk, die zijn niet goed. Maar ik dacht, ja, je kan het maar hebben. Het sneeuwde echt heel hard. Dus vandaar dat ik ook een beetje een wilde krul in mijn haar heb, omdat het sneeuwde. Maar het was heel gezellig. En nu heb ik weer honger. Ga ik lekker even wat eten. Ik was al een tijdje wakker, maar ik ben wel in bed blijven liggen. Ik werd ook wakker. Ik denk, wat een geschreeuw allemaal buiten. Maar we waren natuurlijk al een kindje in de sneeuw aan het spelen. En ik krijg as we speak een berichtje van mijn moeder. Even kijken hoe het met de frummeltjes is. Opa en Niels in de sneeuw. En Elin heeft ook goed geslapen. Zo, omeletje is klaar. Dus ik heb wel eens mooier gemaakt, maar het zal wel lekker zijn. Ik denk dat ik gewoon even lekker op de bank Netflix ga kijken. En daarna ga ik lekker een douche. Heerlijk. Ik ben heel blij dat de kids gewoon het goed hebben gedaan. Die hebben lekker geslapen. En dan moet ik even kijken of we ze voor of na het slaapje ophalen. Niels was wel lekker buiten in de sneeuw met opa. Ik zag net een meisje, ik wil daar. Dat krijg je ook met sneeuw. Ik weet of ik überhaupt onze kerstboom heb laten zien. Sfeer. Ondertussen ben ik was aan het draaien, want het spul van gisteren ruikt echt verschrikkelijk met vuurkorven en dat soort dingen. En beddengoed en al dat soort gekkigheid. We hebben afgesproken dat we de kids ophalen na het slaapje. Zullen we eigenlijk wel denken dat we misschien zo even samen gaan lunchen. Ik moet eerst even een bakje thee. Ga ik ook misschien maar eens wat aantrekken.
Kijk, dit hoort er dan natuurlijk ook bij, hè. Even lekker met z'n tweeën te lunchen. We hebben net even onze lamp vervangen, want die was stuk. En is lekker worteltjes te eten. Hè? Lekker worteltjes. Ga je hem pakken. En dat is op. We zijn dus inmiddels weer thuis met de filmpjes. Gezellig. We hebben niet meer zoveel gedaan. We hebben lekker een beetje gespeeld. En een pistachenootje met Niels gegeven vanmiddag. Dat is grappig. En even Elin eten gegeven. Nu gaan we zelf eten. Inmiddels liggen de kids alweer lang en breed in bed. En zit ik gewoon lekker even op de bank. En dat was het ook alweer. Het was wel een leuk weekend. Ik heb volgens mij alleen niet zoveel gefilmd. Vandaag was gewoon een rustig dagje. We hebben nog even lekker samen geluncht en daarna even met de kids. En ik ga Elin zo weer voeden en dan naar bed. Dat betekent dat ik de vlog ga afsluiten. Ik hoop dat jullie hem toch wel leuk vonden om te zien. En volgende week begint de kerstvakantie voor ons goed. Want we gaan een nachtje samen weg naar Eindhoven. Eten in een sterrenrestaurant. Allemaal nog als cadeautje voor mijn verjaardag. Maar dat wilde ik graag pas. Ik had dat wel gevraagd voor verjaardag. Maar ik zei ik wil het graag pas als ik geen borstvoeding meer geef. Want dat vind ik gewoon nog handig met een weekendje weg. En dan zit je het 's nachts te kolven. En daar heb ik ervaring mee. En dat vond ik niet zo'n succes. Dus vandaar dat we dat nu gaan doen. Dus daar heb ik heel veel zin in. Dus dat is volgende week. Dus dan neem ik jullie mee naar prachtige Eindhoven. We zijn er 1 keer geweest, geloof ik. Maar echt heel kort. Dus we gaan het zien. Dus dan neem ik jullie mee. En zie ik jullie heel graag dan. Of woensdag bij een extra video. Al weet ik niet zeker of die deze woensdag was. Of dat het vorige woensdag was. Maar goed, dat zien jullie vanzelf. Super bedankt voor het kijken. En heel graag tot volgende week.